Enkele maanden geleden zette Vitesse-speler Julian Lelieveld zijn naam al op de heldenwand. Omdat de jonge verdediger zijn officiële debuut had gemaakt tegen Southampton. Een droom kwam uit voor de rechterverdediger. Afgelopen vrijdag zette Lelieveld, in het bijzijn van zijn familie en vriendin, zijn handtekening onder een nieuw contract in Arnhem. De sympathieke speler blijft nu tot de zomer van 2020 bij Vitesse. En daar is hij apentrots op. Tuurlijk, het is enorm fijn dat je contract dan verlengd is. Ik zelf wist dan al een tijdje, maar het is natuurlijk fijn als het helemaal rond is. En ja, dan ben je natuurlijk erg trots. Ik ben altijd al Vitesse supporter geweest, dus eigenlijk vanaf mijn vierde al zeg ik tegen iedereen, ik wil bij Vitesse in het eerste voetballen. En dan om zevende kwam ik bij Vitesse dan. En nu komt het steeds dichterbij. Natuurlijk al mijn debuut gemaakt, maar nu hopelijk zo snel mogelijk vast naar het eerste. En dan zoveel mogelijk minuten maken. Dus dat is wel een droom die uit zou komen als het gebeurt. Ik heb niet ten doel dat ik bijvoorbeeld voor januari zoveel minuten wil maken. Maar ik heb gewoon, ik vind het toch geweldig dat ik een contract heb mogen verlengen. En ik wil zoveel mogelijk minuten maken. Maar ja, dat win je ook zelf af. Dus dat komt goed hopelijk. Lelieveld kwam in 2006 in de Vitesse voetbalacademie terecht en speelt dit seizoen voornamelijk in Vitesse onder 19 en in het belofte team. Hij hoopt natuurlijk snel bij het eerste elftal aan te sluiten. Tot die tijd bekijkt Lelieveld die wedstrijden vanaf de Zuidtribune. De geboren Arnhemmer heeft er namelijk al jaren een seizoenkaart, samen met familie en vrienden. Ja, we zitten al een aantal jaar met z'n vieren dan en vrienden van ons zitten op de Zuidtribune. Dat blijft ook nog wel zo, ook al speel ik hier, ze blijven sowieso op de Zuidtribune zitten. Dus dat is altijd zo geweest. Super, dik verdiend. Dankjewel. Feliciteerd, jongen. Mooi, man. Met jou, ja. Doei, jongen. Ik doe het voor morgen.